It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag heb ik voor jullie weer een Call of Duty Black Ops 3 commentary. Want ik ga vandaag jullie een beetje uitleggen wat een nieuwe perk in de game gaat worden. En die perk heet Sixth Sense. Maar hier is ook de achtergrond gameplay. Daar zien jullie een 6 tegen 6 domination potje op de map. Nu heb ik dan gespeeld met de Diamond MSMC met Long Barrel Fastmag. En het is één intensief potje. Want ik speel de achtergrond gameplay met Tom. En verder is geloof ik met Sam, maar dat weet ik niet zeker. Sowieso met Tom. Nee, een gamegoos, oftewel Shakib. Maar dat doet hem natuurlijk niet toe. Het is een hele chille gameplay, dus geniet daarvan in ieder geval. Maar waar ik het over wil gaan hebben vandaag, is over de Call of Duty Black Ops 3 perk Sixth Sense. Want als je Black Ops 3 video's hebt gezien van andere YouTubers, zien jullie bij sommige YouTubers dat ze een radar hebben die af en toe een rode gloed langs zich geeft. Dat is geen UAV, maar dat heet de perk Sixth Sense. En wat die perk doet, ga ik nu uitleggen. Dus laat alvast je blauw duimpje omhoog achter en help je me natuurlijk enorm. Maar de perk Sixth Sense geeft aan in 1/4 van jouw minimap waar een enemy zit. Dus dat houdt in, bijvoorbeeld als ik nu hier loop bij de vlag C en er zit een enemy in de tuin waar ik nu loop, geeft hij nu een gloed aan waar de enemy moet zitten. Maar het is geen orbital V-set, want hij update niet automatisch. Wat ik met updaten doe, is dat het niet bijhoudt waar de enemy precies heen loopt. Het is een ping sonar-achtig iets. Ik denk dat je het best kunt vergelijken met de perk in Call of Duty Ghost, namelijk ping. Die geeft ook aan als jij een enemy killt of een enemy naast zit. Daar moet je het een beetje mee vergelijken, alleen dan niet om iemand te killen, maar gewoon om dus naast, als je bij diegene in de buurt zit, een ping afgeeft om te kijken waar je zit. Nadeel van die perk is, hij geeft niet aan op welke plek je precies zit. Dus dat kan boven je, onder je zijn of gelijk vloers. Dat kan dus frustrerend zijn, want als je op een hoge schiet zit en je hebt die perk aanstaan en bijvoorbeeld iemand zit nu rechts van mij, kan die boven zitten en ik denk dat die rechts van me zit, waardoor die dus waardoor ik naar rechts kijk en misschien in mijn rug gepakt kan worden. Dat kan dus als nadeel gaan werken, maar dat weet ik nog niet, want ik heb natuurlijk nog niet Black Ops 3 gespeeld. Dat zou je aan andere YouTubers moeten vragen die wel op de E3 zijn geweest. En ja, ik zou wel graag al Black Ops 3 gespeeld willen hebben. Maar binnenkort natuurlijk komt er een beta uit in augustus. Kan je 2 maanden Black Ops 3 spelen als beginsel. Dus dat zou natuurlijk wel fucking chill zijn. Dan zijn er ook nog sommige dingen geblokt. Want als je naar sommige gameplays kijkt van YouTubers, zie je ook dat mensen bijvoorbeeld geen V-set kunnen gebruiken die er 100% in zit. Misschien wel een swarm. Die zijn allemaal nog geblokt. Dat is dus nog een verrassing wat voor streak dat ze zijn. Dat weet ik ook dus nog niet. Dat weten die andere YouTubers ook nog niet. Dat weet alleen David van der Haan natuurlijk. Dus dat is de trucendoos ervan. Maar daar heb ik het natuurlijk niet over. Ik heb het over de perk Sixth Sense zoals ik al zei. Maar wat natuurlijk het nadeel kan zijn daarvan is, je weet natuurlijk niet of die onder, boven je of gelijk vloer zit. En de perk is te blokken. Niet blokken, gewoon dat het uit het spel verdwijnt. Maar zodra jij in Black Ops 3 Cold Blooded aanzet, of Cold Blooded, hoe je het uit wil spreken, ben jij daarop niet te zien. Dan is niet de enige manier waar je dan niet op gezien bent. Want je wordt niet om een UAV gezien. Even kijken in mijn boekje. Je wordt niet om een UAV op het officie zit. En je wordt niet geraakt door een EMP system. En je wordt niet aangelogd door Central Games. Dus zodra mensen allemaal Sixth Sense gaan gebruiken, gebruik sowieso iedereen Cold Blooded, zodat ze niet daarop worden gezien. Wat dan gaat gebeuren, is als iedereen Cold Blooded gebruikt, gebruikt niemand weer Sixth Sense. Dus we moeten echt gaan kijken hoe de perk uit gaat pakken natuurlijk in Black Ops 3. Want het kan verschillende dingen gaan doen. Als het niet goed uitpakt, dan gebruikt niemand het. En dan is de perk eigenlijk gewoon voor niks geweest. Maar ik denk persoonlijk, ik weet niet wat jullie mening daarvan is, maar ik denk persoonlijk dat het echt gewoon heel chill kan gaan uitpakken. Want als je tegen campers speelt, en die campers hebben geen Call of Duty altijd aanstaan, maar bijvoorbeeld Ghost, omdat ze toch stil zitten en niet om een UAV gezien willen worden, dan kan het echt goed zijn. Want als jij bijvoorbeeld op een nuclear streak zit, of een DNA-bomb streak, of een MOAB streak, of een nuke streak, wat er ook in voorkomt, kan jij daardoor profiteren.
Want je kan natuurlijk zien waar de campers zitten. Tenzij die natuurlijk geen cold blooded aan hebben gestaan. Want dan kan je ze niet zien. En ja, mijn mening is ervan dus dat het denk ik heel erg goed uit kan pakken. Omdat simpelweg natuurlijk de campers ermee worden bestreden. Maar het kan natuurlijk ook weer in je nadeel werken als je op een hoge streak zit. Want als ik bijvoorbeeld toughness... Oh, er is geen toughness in Black Ops 3. Dus dat is natuurlijk chill, want dan heeft niemand toughness. Dus al je perk minder. Maar stel ik heb scavenger en fast hands bij bijvoorbeeld aanstaan. Ik zeg maar wat. Fast hands zorgt ervoor dat jij in Black Ops 3 ook sneller inzoomt. Dus dat is ook weer een nieuw dingetje voor jullie. Maar wat ik dus wou zeggen is... als ik dan geen call blooded aan heb staan en ik zit bijvoorbeeld op een nuke of wat dan ook voor hoge streak. En ik word dan gezien, dan kan het natuurlijk in mijn nadeel werken. Omdat natuurlijk de Sixth Sense perk mij heeft gezien. Waardoor de enemy mij kan killen. Alhoewel hij niet weet of ik boven of onder hem zit. Maar bijvoorbeeld als ik nu daar zo op Tom schiet. Terwijl Tom op de achtergrond gameplay bijna nuclear had. Dus sorry Tom, Tom ging op een 29 streak dood. Dus was niet mijn schuld in ieder geval. Maar dan word ik natuurlijk ook om hoge streak gewoon neergeknald. Omdat ik geen call blood aan heb staan. Dus zoals ik al natuurlijk eerder zei, er moet dus gewoon gekeken worden hoe de perk uit gaat pakken qua spelers. Als iedereen hem gebruikt, gebruikt iedereen cold blooded. Als niemand hem gebruikt, gebruikt niemand cold blooded. En dan wordt de perk niet gebruikt. Dus, dat moeten we gewoon nog gaan kijken. Want in het begin gebruikt iedereen in Black Ops 2 Ghost. Nu gebruikt zelden iemand hem nog. Omdat zodra jij Ghost gebruikt en je hebt geen silence op je wapen, word je alsnog op de minimap gezien. Dus heb je er geen profijt van. Dat is natuurlijk ook gepatcht en in Black Ops 3 wordt die perk ook weer zo. En ja, dat is natuurlijk ziek chill. En ja, ik wil eigenlijk jullie mening ook wel even weten over de perk Sixth Sense. Dus brand los in de comments en laat jouw verhaaltje achter van wat jij dus wel zou willen, wat de perk doet en niet zou willen. Want wat ik dus eigenlijk niet zou willen is dat... de perk, ik zou eigenlijk willen, dat bedoel ik, dat de perk aangeeft of de persoon boven je of onder je is. Als jij in Ghost kijkt, zie jij een pijltje voor de persoon en dan weet je dat hij boven je is. Dat is natuurlijk wel chillen, maar dan wordt de perk denk ik weer te overpowered, waardoor juist iedereen hem gaat gebruiken. En ja, ik ben natuurlijk benieuwd hoe het gewoon uit gaat pakken, want het is weer een heel nieuw iets voor Call of Duty. In Advanced Warfare zaten ook wel vrijwel de standaard perks. Alhoewel geen Ghost, maar natuurlijk peripherals waardoor de map groter wordt. En ik ben ook benieuwd hoe de mapindeling in Black Ops 3 wordt. Wat er wel in terugkomt is Nuketown 2065 wordt het dus. En dat is natuurlijk ook weer fucking sick. Maar ja, ik ben dus benieuwd hoe de perk Sixth Sense uit gaat pakken. Want ja, zoals ik natuurlijk al de hele tijd zeg... Ligt eraan hoeveel mensen het gewoon gaan gebruiken. Als de tryhards het gaan gebruiken, dan heb je altijd wel mensen die net het spel nieuw kopen. Bijvoorbeeld, ik neem als voorbeeld mijn nichtje. Want mijn nichtje, die speelt ook Call of Duty, maar die neemt het gewoon totaal niet serieus. Ze speelt gewoon voor de lol en ze doet maar wat. Bijvoorbeeld, mijn nichtje dus, die gebruikt geen Sixth Sense. En dan is hij eigenlijk gewoon, als iedereen het gebruikt en ze gebruikt geen Cold Blooded, gewoon zwaar in de minderheid. Gewoon simpelweg omdat ze dus... Ja, gewoon niks kan doen aan haar speelstijl van de enemies en van haarzelf. Want als zij niet snapt wat ze moet doen, ja, dan heb je gewoon een probleem. Want meerdere mensen weten natuurlijk op dat moment niet wat Sixth Sense misschien doet. Omdat ze het nog nooit hebben gezien. Of omdat ze misschien net pas beginnen met Call of Duty. Je weet het allemaal niet. Dat soort dingen kunnen dus gaan gebeuren. En dat kan dus een leuke wending hebben en een minder leuke wending. Maar ik denk natuurlijk gewoon dat het wel goed gaat uitpakken. Want... deze Black Ops 2, deze COD, die tot nu toe mijn favoriete COD nog steeds is. En denk ook blijft, tenzij als Black Ops 3 goed wordt, wordt het misschien wel Black Ops 3. Maar in deze COD zit niet al te veel bullshit. Oké, er zijn nog wel eens corsairs die iets te overpowered zijn. De K9 unit, de Swarm, dat soort dingen. Maar voor de rest is het gewoon een goede gebalanceerde game. Qua wapens, qua perks. En gewoon... de nerfs qua wapens, want als jij de DSR, hoe je het uitspreekt, een paar updates geleden nog gebruikte, had je steeds een one-shot en nu krijg je vaak hitmarkers waardoor iedereen een blister gebruikt.
dat als we dat gewoon in Black Ops 3 ook weer gaan gebruiken, dan wordt het gewoon een base call voeten. Dat kan ik je nu al vertellen. Dat trust jumpen, hoe het genoemd wordt, komt ook wel goed, denk ik. Want iedereen die Advanced Warfare heeft gespeeld, weet natuurlijk hoe het is. Maar trust jumpen gaat niet ervoor zorgen dat de game verneukt. Want je kan niet 30 meter omhoog springen. Je kan alleen maar een hupje maken, waardoor je bijvoorbeeld hier op het dakje kan springen. En daarvoor worden de maps ook weer ingedeeld. Maar de achteraf gameplay zit er wel bijna op. Dus mocht je natuurlijk nou genoten hebben van deze commentary, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter. Laat daarom ook even jouw mening in de comments weten. Wat jij denkt wat deze perk gaat doen. En dan bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Wat ik altijd zeg is abonneer voor meer video's. En dan zie ik jullie hopelijk bij een van de volgende video's, mensen. Dus bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer. En wat moet ik verder zeggen? Niks. Dus later, mensen.